Goedemorgen allemaal. We hadden het gisteren over bewustzijn. Er zit iets in mijn hoofd en het moet er even uit. Ik ga vanavond weer proberen antwoord te geven op een van jullie vragen. Want mijn mailbox stroomt vol. Zoals ze dat zo mooi zeggen. Hij stroomt vol. Ja, wat dan? Ja, mijn mailbox. Ja, maar goed. Dit moet er even uit. Bewustzijn is wat jij bent. Jij bent bewustzijn, puur bewustzijn. Je bent niet jouw gedachten, je bent niet jouw lichaam. Je bent bewustzijn, een waarnemer. Je lichaam, je gedachten is onderhevig aan waar je vandaan komt. Je voorouderen en alles wat je tot je neemt in jouw leven. Dat is informatie, voedsel, alles. Je vrienden, je familie, alles in je omgeving bepaalt. Heeft invloed op jouw systeem. Met gedachten creëren wij. Gedachten zijn creatief. Weet je, vroeger als ik een wijf echt leuk vond, echt heel erg leuk vond. Dan, wat een leuk wijf, zal ze mij wel leuk vinden. En dan komt het wijf in de buurt en dan ga je als een autist gedragen, weet je wel. Dan ga je helemaal raar doen. Dat bepaalt de uitkomst van hoe het verdere verloop van die situatie gaat zijn. Terwijl als ik gewoon relaxed was geweest van... ik ben Vincent en ik ben hartstikke tof en kom bepalen dan. Maar goed, maakt niet uit. Je snapt het. Gedachten zijn creatief. Maar het belangrijkste... jij bent niet jouw gedachten. Alles wat je denkt te zijn, dat ben je niet. Snap je? Dat is je ego. Wees daar bewust van. Maakt niet uit. Het belangrijkste bij creëren, als je gaat creëren, dus als je een stap zet, ben je al aan het creëren. Want als ik een stap zet, verandert de hele wereld. De verloop van de geschiedenis verandert. Ze zeggen wel, one man can change the world. Mijn anus. Weet je, als ik dit broekje op de grond laat vallen, wat denk je dat er gebeurt als mijn vriendin thuis komt? Oh. Wie heeft mijn broek op de grond gegooid? Ha! Ja, dat was ik. Ik hang hem ook snel weer op hoor. Maar goed, snap je? Ook al denk je, het is niet boeiend. Het is maar een klein dingetje. Nee. De hele fucking wereld, het hele universum verandert door elke actie die jij doet. Dus dat. Maar het belangrijkste bij het nemen van actie is de intentie daarachter. Snap je? Ik kan iemand een kus geven omdat ik er wil palen. Of ik kan iemand een kus geven omdat ik van haar hou. Omdat ik haar lief vind. Zelfde actie, hele andere uitkomst. Dus denk daar maar eens even over na. En ga ik vanavond dus even proberen weer een vraagje te beantwoorden. En dan ga ik nu eens even lekker iemand op de bek pakken omdat ik er teringhard... Nee hoor, ik ga... ik ben vrij, dus we zien het allemaal wel. Hallo.